Max Huibert, mooi nieuws. Guus Steeuw heeft zijn contract verlengd voor de tweede keer dit seizoen, tot en met 2023. Hoe is die overeenkomst ontstaan? Nou ja, we hebben nog niet zo lang geleden zijn vorige contract getekend. Oktober? Ja, oktober. Toen was de status van Guus nog dat hij bij de selectie kwam. Dat hij natuurlijk toen ook al wat wedstrijden in de basis speelde. Alleen... Ja, hij heeft zich zo stormachtig ontwikkeld en zo snel progressie gemaakt, ja, dat hij eigenlijk nu niet meer weg te denken is uit het elftal. Ja, en dat wij ook vinden dat dat gewaardeerd moet worden. Ja. Sta je er eigenlijk van te kijken dat hij zich zo stormachtig ontwikkelt? Ja, nou, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Hè. We weten natuurlijk wat hij in zijn mars heeft. Het geldt niet alleen voor Guus, maar ook voor onze andere talenten. Ja, je ziet dat als talenten speeltijd krijgen en veel speeltijd krijgen, dat ze er ook heel snel kunnen ontwikkelen. En dus in dat opzicht sta ik er niet echt verbaasd van. Maar het is wel bijzonder dat al die jonge jongens heel makkelijk aanhaken bij ja, toch de top van, van de Eredivisie. Ja. Is ook mooi natuurlijk voor jullie, want ik bedoel, Guus Steeuw, stormachtige ontwikkeling, bij Oranje gedebuteerd. En dat je hem dan zo lang aan je kan binden. Ja, nou ja, dat is uiteindelijk iets wat je met elkaar bespreekt. Kijk, hij lag natuurlijk al vast tot 2022. Ja, op het moment dat je over andere voorwaarden gaat praten, ja, dan probeer je van beide kanten natuurlijk er wat uit te halen. Dus het is voor Guus een heel mooi contract geworden. En het is voor AZ in dat opzicht mooi dat we hem een extra jaar hebben kunnen geven.